de printjes laten zien. En wie het weet, het rijmen, mag het zeggen. We gaan beginnen. We gaan aftellen, spannender, hè. 3, 2, 1. Rat. Rat. Pat. Niet voor ieder kind loopt de schoolcarrière van een leien dakje. Anderstaligheid, kansarmoede, gedragsstoornissen zijn maar enkele problemen die roet in het eten kunnen strooien. De cel Onderwijs ijvert in Turnhout voor gelijke onderwijskansen voor iedereen. We proberen initiatieven op te zetten, initiatieven te ondersteunen die scholen nemen. We proberen alle partners die bezig zijn met gelijke onderwijskansen aan te moedigen, met elkaar in overleg te brengen. En zo goed als het kan de motor te zijn voor alles wat te maken heeft met gelijke onderwijskansen en onderwijs in Turnhout. Communicatie is hierin een sleutelbegrip. Er moet vooral een goed contact zijn tussen ouders en leerkrachten om eventuele problemen onmiddellijk te kunnen opsporen. Basisschool De Smiskes probeert via allerlei informele schoolmomenten dat contact en het wederzijds vertrouwen te vergroten. Een heel belangrijke reden is volgens ons team en volgens mezelf ook dat ouders veel vlugger naar de school stappen wanneer dat zij merken dat er iets met hun kind niet in orde is. Zij het op schoolsvlak, zij het op gedragsvlak, maar ook dat er bepaalde problematieken thuis zijn waar dat er toch overleg met de zorgjuf of de leerkracht zelf nodig is eigenlijk om eventueel een begeleiding te voorzien. Bij huistaken staat Frans, oefening pagina 45, nummer 16 in jullie werkboek. Neem dat eens even, dat je goed weet wat je moet maken. Huiswerk is een belangrijke indicator van problemen. Bij kinderen met een achterstand loopt het daar vaak mis. Leerkrachten en ouders moeten dit dan ook nauwlettend in het oog houden. Het is heel belangrijk dat de leerkracht nagaat dat het huiswerk echt aangepast is aan de kinderen. Niet te moeilijk, niet te gemakkelijk en waar ze ook iets mee zijn, waardoor ze zelfstandig kunnen leren werken en leren. Dus die leerkracht moet daarvoor zorgen. Nu, ouders moeten thuis ook proberen vast te stellen of er iets niet klopt. Als kinderen veel te lang aan hun huiswerk bezig zijn, dan moeten ze dat ook durven zeggen aan de leerkracht. Huiswerkproblemen kunnen ook veroorzaakt worden door een ongunstige thuissituatie. Sommige kinderen hebben bijvoorbeeld geen eigen plekje waar ze rustig aan hun huiswerk kunnen werken. Allochtone kinderen kunnen vaak niet rekenen op hulp van hun anderstalige ouders. Daar waar ouders misschien wat moeite hebben om die omstandigheden goed te creëren, daar denk ik dat ouders moeten kunnen begeleid worden. Wat hier in Turnhout wel gebeurt is samenwerking met de lerarenopleiding, waar dus dat huiswerk aan huisbegeleiding wordt opgezet, om vooral ook die ouders en die kinderen van die ouders te leren van de omstandigheden te creëren en te maken dat die kinderen dat zo zelfstandig mogelijk kunnen. We gaan eerst de zinnetjes eens lezen en dan gaan we het woordje schrijven. De enfant derrière est Didi et Michel. Michel sont sur un banc. Un banc. 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 Ja. Maud Sterks, een studente aan de Katholieke Hogeschool Kempen, helpt Nashat met de planning van haar huiswerk en met haar Frans. Na 11 individuele sessies heeft Nashat erg veel vooruitgang geboekt. Naarmate de sessies vorder worden ze zelfstandig in het maken van huiswerk. In het begin hebben ze daar heel veel problemen mee. En dus de begeleider die zorgt ervoor dat de kinderen dit kunnen leren aanpakken en uiteindelijk zelfstandig kunnen doen. Naarmate dus ook hun schoolcarrière vordert. In welke landen was het vooral oorlog tijdens de Grote Wereldoorlog van 1940 tot 1945? Vika, jij ligt hier. Ja. Maar wat is dat? West. In van België. België? En daar, ik hoor nog een land. Duitsland. Duitsland ook. Voor allochtone kinderen en jongeren die pas naar ons land zijn verhuisd, is de kennis van het Nederlands het grootste struikelblok. In de onthaalklas ligt het accent op de talenkennis, zodat ze later in het normale onderwijscircuit geen achterstand oplopen bij hun andere vakken. Maar het Nederlands is voor hen niet enkel belangrijk in de klas, maar ook in hun dagdagelijkse leven. Het is echt belangrijk om te met mensen spreken, om te spreken. Als je kent geen taal, kan altijd niet spreken met mensen, met vrienden hebben of werken ook. Ik wil kapper worden. En ik wil over massage leren, manicure en pedicure. Het is belangrijk omdat ik moet met mensen
gepraat zijn. Hier is mijn toekomst en ik moet dat leren. Het is belangrijk dat scholen blijven zorgen voor verfrissende initiatieven. Want gelijke onderwijskansen zijn noodzakelijk voor de toekomst van elk kind. Onderwijs zorgt voor een goed diploma. Dat zorgt ervoor dat je een goed inkomen hebt, een goed werk. Dat je een goede woning kan huren of kopen. Dat je geld kan besteden aan gezondheid. Als je de boot van het onderwijs mist, dan mis je eigenlijk heel veel kansen. En dan kan het leven veel moeilijker zijn. Dus de CEL Onderwijs probeert zoveel als het kan de kansen te vergroten eigenlijk.